Dat je al het lawaai wel herkend hebt. Geen programma op de Nederlandse televisie maakt zoveel lawaai als dit. Klasse werk, laat nog eens horen. Zo. En zo gaat het nu tot tegen 5:30 door. Ik ga jullie eens even voorstellen. Dit zijn de leerlingen van de Cirkel uit Amstelveen. Ja. En die gaan het opnemen tegen dit groepje dat in lawaai niet voor ze onderdoet. En die komen van de KBS Soestdijk in Soest. Wacht nou eens even. Jij zat net iets heel anders doorheen te schreeuwen dan zij. Wat riep jij nou in je eentje? Niks. Jawel, je ging heel anders dan zij. Nou durf je niet meer. Jawel. Doe nou eens alleen wat je net met z'n allen deed. Aloeio, 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 woef. Wil je laf, wil je laf, wil je boelen, wil je pest, wil je dan, wil je laf, wil je laf, laf, laf. Aloeio, 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 woef, hey. Laat ik er altijd gedacht hebben dat Soest in Nederland lag, maar dat is dus niet zo kennelijk. Goed, we hebben het er nog wel over. We gaan even iets over het programma vertellen. Wat is het onderwerp deze keer? Het onderwerp is zuivel. En wij vinden dat zo gewoon in Nederland. Hè? We drinken ons glaasje melk en we eten onze bruine boterham met kaas. En dat heeft allemaal met zuivel te maken. Maar in het buitenland is dat iets heel bijzonders. En het is ook heel bijzonder, die zuivel uit Nederland. En daar hopen we in dit programma iets over duidelijk te maken. Heel veel opdrachten hebben ermee te maken. Eigenlijk alles in het programma, behalve natuurlijk de popmuziek. Want die is wel Nederlands, maar heeft niks met zuivel te maken. In de eerste popwerk van Klassewerk vanmiddag, iemand die je veel op de televisie ziet, maar niet zo vaak in popprogramma's. En dat komt omdat ze repertoire zingt waar grote mensen ook graag naar luisteren. Maar die kijken ook naar Klassewerk, dus waarom combineren we dat niet? Het is wat je in Nederland noemt een echte Amerikaanse zangeres. Het is een Nederlands hoor, maar we bedoelen dat Amerikaanse met de manier waarop ze zingt en het soort liedjes dat ze zingt. Ze zingt nu een lied dat door de mensen van ABBA werd gezongen. En hier is, nee, werd geschreven. Zij zingt het. Hier is Shirley. Yeah! Finding comfort together.
Ik zag jullie gezichten toen ik Shirley stond aan te kondigen net voor ze ging zingen. En toen zag ik jullie denken, wat heeft hij daar een lang verhaal over? Dan hoop ik dat je er heel goed naar geluisterd hebt, want er zit al een beetje het antwoord van een vraag straks in verborgen. Maar daar hebben we het nog niet over. Laat het even over jou hebben. Jij was, toen je nog jonger was dan zij allemaal, wat ze een wonderkind noemden, hè? Een muzikaal wonderkind. Hoe zat dat? Hoe zat dat? Ja, nou ja, ik was 5 jaar toen. Ik kreeg mijn eerste pianoles al. Ik kon nog amper de krant lezen, maar noten, dat ging al vrij snel. Ja. En zo is het gekomen. En al heel jong trad je op, hè? Daar begeleidde je jezelf bij, daar zong je bij. Hoe jong was je toen? Nou, ik was 8 jaar. Toen heb ik een stuk gespeeld van Mozart met het Philharmonisch Orkest. Noord-Philharmonisch Orkest in het Concertgebouw in Haarlem. En toen ik 10 was, dat was mijn allereerste tv-debuut. Toen zong ik een liedje, Little Things Mean a Lot. Dat kennen ze waarschijnlijk hier niet. Dat is een classic. En ja, en van daaruit eigenlijk ben ik platen gaan maken. En, ja. Dus als jullie pianoles hebben en je vindt dat je er niks van terecht brengt en je doet je oefeningen ook niet thuis, ik zou ze toch maar wel doen, want het kan nog best wat worden. Was jij meteen wel een hele goeie, vond je de lessen ook niet zo leuk? Ik weet het niet. Als je nog zo jong bent, dan je weet eigenlijk niet beter. Hè, het wordt een soort tweede natuur eigenlijk. Ja, je was ook 5, wij zijn een stuk ouder. Hè? Ja, ik ga even kijken wat ze van jou weten. En dan hoop ik maar dat je goed naar mijn aankondiging hebt geluisterd, want Amstelveen, wat ik van jullie wil weten is de naam van een land, heel ver van Nederland verwijderd, waar Shirley een aantal jaren ook gewoond heeft en heel veel succes heeft gehad. Dus het is een beetje de tweede vaderland, zou je kunnen zeggen. Welk land is dat? Amerika. Je zegt Amerika. Waarom zeg je dat? Omdat ik dat daarnet ook zei? Ja. Dat heb je goed geluisterd. 2 punten, want dat is... Soest. Voor jullie is het veel makkelijker. Ik wil van jullie de titel weten, en daar hoef je me heel even over na te denken, denk ik, van een lied dat zij niet zo heel lang geleden heeft gezongen en waar ze heel veel succes mee had. Stond op de hitparades, was er heel vaak mee op televisie. Als ik zeg dat je heel even moet denken, moet je niet een uur denken. Heel even. Heel even, ja natuurlijk. 2 punten. Weet iedereen nog hoe dat lied ging? Weten jullie dat nog? Ja. Nou, daar roepen er een heleboel. Daar is... Ja, maar daar weten een heleboel het niet. Ik zou willen voorstellen, als je dan naar hun toe gaat, leer het ze nog even. Ja? Waar is je microfoon? Die komt er daar aan. Shirley zingt nog een keer heel even. Vergeten. Nog een dicht en niets meer weten. Mijn handen hou ik voor mijn oren, om niet opnieuw jouw stem te horen. Ik wil niet weten waar je bent gebleven. Jij speelt al lang geen rol.